Gangster Lief, dat is waar de meesten naar kijken. Maar waar het om gaat, is wat daarboven staat. No Surrender Baas kreeg politieinformatie doorgespeeld. Ja. Was dat belangwekkende informatie, John, wat hij kreeg doorgespeeld? Nou, zeker. Hij heeft zich in het voorjaar van dit jaar gemeld bij een rechercheafdeling in de Berg op Zoom. En hij heeft toen een verhaal verteld wat daar in ieder geval insloeg als een bom. Dat kwam erop neer dat hij contact had met iemand die op een medische afdeling van het ministerie van Defensie werkte. Op een kazerne in de buurt van in Brabant. Ja. Zij was verliefd geraakt op hem, vertelde Otto. En ja, in die contacten die daardoor ontstonden, nodigde zij hem uit op die werkplek van haar. Dat was een kazerne in Brabant, waar bijvoorbeeld ook leden van de DSI, de Dienst Speciale Interventies, arrestatieteams trainden. Waar de afgeschermde auto's van die dienst stonden. Zij leverden allerlei faciliteiten voor hem. Dus dat was wel een verhaal wat insloeg bij de recherche. En daar is ook meteen onderzoek naar gedaan. Nou, zij nodigden hem uit. Waren dat amoureuze uitnodigingen op die kazerne? Of was dat... Zoals Klaas Otto dat suggereerde, ging het inderdaad om een liefdesrelatie. Zij was verliefd op hem geraakt. En ja, wilde zij op die manier kennelijk een bepaalde vertrouwensband met hem krijgen. En een bepaalde positie bij hem krijgen. Ik zie jou verbaasd kijken. Nou ja, weet je wat maar, ik maar verbaasd over ben? Met name over het feit dat Otto heeft dus in eerste instantie, zegt hij zelf, genoten van die informatie. En vervolgens komt hij naar en politie en ook naar jou om zijn verhaal te vertellen. Wat is zijn belang om het te delen? Ja, ik heb daarvoor een gesprek met hem gehad. Dat klopt, waarin hij eigenlijk een soortgelijk verhaal ophing. Daarna is hij naar de politie gestapt. Op de eerste plaats nog even over die relaties. Zo zie je wel vaak dat het weglekken van informatie ontstaat. Mensen hebben daar vaak bepaalde ideeën over dat er iemand plotseling met een zak geld voor een deur van een douanier staat of van een politieman en zo iemand dan letterlijk omkoopt. Dat kan gebeuren, maar veel vaker zie je dat het risico van omkoping en corruptie zit in dit soort persoonlijke contacten, vriendschapswanden of relaties. Dus dat is geen onlogisch verhaal. Wat meer onlogisch is, is inderdaad het feit dat Klaas Otto naar de politie met het verhaal is gestapt. Nou, daar zijn natuurlijk ook in eerste instantie dus die alarmbellen gaan rinkelen. Maar heeft men zich ook gebogen over de vraag, waarom heeft hij dat gedaan? Ja. Nou, dat zou om een aantal redenen kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn een vlucht naar voren. Op dat moment liep er al een groot onderzoek tegen hem. En misschien wilde hij wel dat hele onderzoek compromitteren met deze informatie. En suggereren dat als dit schandaal tussen aanhalingstekens naar buiten zou komen, dat dan daar veel publicitaire schade zou door ontstaan. Het kan ook zo zijn dat hij haar misschien in diskrediet wilde brengen. Hij heeft, er was nog een derde mogelijkheid, tegen mij gezegd, ja, ik vertel dit hele verhaal, want de overheid wijst altijd met een beschuldigende vinger naar motorclubs. Maar kijk eens even naar diezelfde overheid. Daar zitten ook rotte appels tussen. Dus het is allemaal onderzocht. Het heeft ertoe geleid dat een deel van die beweringen die hij heeft gedaan aantoonbaar onjuist zijn. Een deel is niet meer verifieerbaar. Maar een deel van de verklaringen bleek ook te kloppen. En dat heeft ertoe geleid dat deze dame afgelopen maandag is gearresteerd. Inmiddels in verzekering is gesteld. En de komende tijd uiteraard wordt verhoord. En dat er nader onderzoek plaatsvindt.